Leiding in handen van nog altijd Sire Stalba. Aan de buitenkant daarnaast wordt de druk opgevoerd door Bleuert de Roux. Daarachter volgt op plek 3 dan Dylan de Gentil. En daarachter Colza Dugers die weer aansluit. En zo gaan de paarden de laatste bocht in. Nu komt er wel een nieuwe leider, want Bleuert de Roux is nu Sire Stalba voorbij. Bleuert de Roux, Sire Stalba. Daarachter volgt op plek 3 Dylan de Gentil en 4 de Colza Dugers. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Leiding in handen van Bleuert de Roux. Bleuert de Roux, daarachter op plek 2 aan de buitenkant komt Dylan de Gentil dichterbij. Daarachter heeft Sire Stalba een beetje moeilijk en komt Colza Dugers nog een keer naar buiten. En zo gaan de paarden de laatste rechte lijn in. Komt een duel om de winst met aan de buitenkant Dylan de Gentil. En die is nu naast de Bleuert de Roux gekomen. Bleuert de Roux aan de binnenkant, Dylan de Gentil aan de buitenzijde. Het is aan de buitenzijde Dylan de Gentil. Aan de relingzijde Bleuert de Roux en op de streep is het de buitenzijde voor de binnenzijde. En de derde plaats is voor Colza Dugers. 5 dus voor de 8 en dan daarachter de 3. Uitslag is officieel, dames en heren. Daar staat hij alweer, Micha Brouwer. We moeten eraan gewennen dat hij gewoon gaat toetreden tot de top 3 bij de rijders. Want daar staat hij inmiddels. Hij wint met Dylan de Gentil. Ja, Micha, ik denk dat je tweede staat. 5 overwinning al. Ja, dit was mijn 5e. Klopt, ja. Deze kreeg je wel heel lekker. Ja, die kreeg ik precies op maat. Ja, ik zat te twijfelen om van start af hard te beginnen. Maar ik zag dat die van Dennis, ik denk die zal vast niet de kop overnemen van Cyrus. En ja, ik denk, nou, dan neem ik dat rugje. En die schoot naar binnen, kwam de volgende eraan. Ja, ik kreeg hem helemaal top. Mooi, hij maakt het mooi af. Micha, dankjewel. Micha Brouwer, hij wint de opener van vandaag. En dat is de Prix FaceTime Bourbon in het kader van de Trotteur Français Silver Challenge. Hij doet dat met Dylan de Gentil, een 6-jarige bruine ruin. Kiwi uit Pollandry. Frans gefokt, in bezit van Spanga Hoeven. Paard is in training bij Bas Krebas. Werd voortreffelijk gereden door Micha Brouwer. De man op 5 zegens alweer in dit nieuwe drasportjaar. Stal van Bas Krebas ook in absolute topvorm. En dit is een geweldige aanwinst voor de Trotteur Français koersen. Deze Dylan de Gentil laat eigenlijk altijd het beste van zichzelf zien. U kunt in de handen van de eerste winnaars van vandaag. Dylan de Gentil wint met Micha Brouwer. Gevallen, rustige start van Diamond AR. Een hele vlotte start aan de binnenkant van Bel Hidalgo. Bel Hidalgo krijgt aan de buitenkant druk van Cyrus Dalba met Rick Ebbingen. Zo gaan de paarden de eerste bocht in. Cyrus Dalba doet dat als eerste. Tweede plaats daarachter is voor Bel Hidalgo. Eerste paard aan de buitenkant zijn de PD-kleuren van Destrier. Daarachter aan de reling zijn de Crystal Sun. En daarnaast ligt in het tweede spoor Dylan de Gentil. Daarachter ook in het tweede spoor Colza Dugers. Anderhalf, twee lengte daarachter Bleuet de Roux. En de laatste plaats is voorlopig voor Diamond AR. Paarden komen voor de tribune langs. Sebbing heeft het tempo eruit gehaald. Alhoewel niet helemaal. We gaan straks de tussentijden wel even zien. Maar de leider is Sire Stalba. En die heeft toch iets gas teruggenomen. 15-1 de opening. Aan de buitenkant schuin daarnaast ligt Destrier. Daarachter aan de reling zei de Bel Hidalgo. En vierde paard aan de buitenkant is Dylan de Gentil. Vijfde aan de reling zei de Crystal Sun. Zesde is Colza Dugers. Anderhalve lengte daarachter volgt als zevende Bleuet de Roux. En die sluit nu aan. En dat geldt ook voor het achtste paard. Dat is Diamond AR de favoriet. De paarden rustig de rechte lijn overzijde in met nog altijd dezelfde leider, Sire Stalba. Sire Stalba, Ebbingen vandaag weer achter een paard van Krebas. Dat is niet gebruikelijk. Vroeger was dat het wel, maar nu niet. En vandaag is het weer eens zover en als Ebbingen straks opzij kijkt, ziet hij dat hij straks een aanval gaat krijgen. Want uit de staart van het veld komt nu heel hard naar voren Diamond AR. Diamond AR gaat naar voren en Ebbingen heeft het al gezien. Die gaat zelf ook versnellen. Tussentijd was 20-4. Leiding met anderhalve lengte voor Sire Stalba. Daarachter op de tweede plek nu Diamond AR. Die zou kunnen inparkeren, maar dat doe je niet met Diamond AR. Die rijdt gewoon door. Ebbingen weet ook wat er komt, maar Diamond AR springt. Diamond AR maakt een galoppade, korte galoppade. Nu is het een wat langere galoppade. En zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune weer in.
En we hebben straks nog één ronde af te leggen. Nummer 7. 7 galop. 7 is eruit, de favoriet. En de leiding is in handen van Cyrus Talba. Cyrus Talba, daarachter op plaats 2 volgt Dillinger Gentil. De buitenkant gaat nu Bleuet de Roux naar voren. Daarachter Colza Dugers. Heiko Swarma wacht op het ruggetje van Tesselaar. 17-8. En de andere paarden moeten nu wat terrein prijsgeven. 4 paarden beginnen wat weg te lopen bij de rest. En we gaan de laatste ronde in. Leiding is in handen. Nog altijd van Cyrus Talba. 1 aanval heeft hij gehad. Die sloeg hij af. Terwijl de andere deelnemer eigenlijk die nu komt, die aanval nog wel even door wil zetten. Die begint pas, dat is Bleuet de Roux. Daarachter een paar mispasjes van Colza Dugers. Die werd naar buiten genomen door Heiko Swarma. Die was daar zelf een beetje door verrast. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Leiding in handen van... paard nummer 6, galop. Leiding in handen van... Nog altijd Cyrus Talba. Aan de buitenkant daarnaast wordt de druk opgevoerd door Bleuet de Roux. Daarachter volgt op plek 3 dan Dillinger Gentil. En daarachter Colza Dugers die weer aansluit. En zo gaan de paarden de laatste bocht in. Nu komt er wel een nieuwe leider, want Bleuet de Roux is nu Cyrus Talba voorbij. Bleuet de Roux, Cyrus Talba. Daarachter volgt op plek 3 Dillinger Gentil en 4 is Colza Dugers. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Leiding in handen van Bleuet de Roux. Bleuet de Roux, daarachter op plek 2 aan de buitenkant komt Dillinger Gentil dichterbij. Daarachter heeft Cyrus Talba het een beetje moeilijk en komt Colza Dugers nog een keer naar buiten. En zo gaan de paarden de laatste rechte lijn in. Komt een duel om de winst met aan de buitenkant Dillinger Gentil. En die is nu naast de Bleuet de Roux gekomen. Bleuet de Roux aan de binnenkant, Dillinger Gentil aan de buitenzijde. Het is aan de ruie relingzijde, buitenzijde Dillinger Gentil. Aan de relingzijde Bleuet de Roux en op de streep is het de buitenzijde voor de binnenzijde. En de derde plaats is voor Colza Dugers.